Actie is dé sleutel tot verandering. In de Mandela Creatiekracht podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! Hey Sunshine, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mandala Creatiekracht podcast. En vandaag neem ik je mee langs de acht stappen van mijn Mandala manifestatie programma. Een programma dat ik onlangs gelanceerd heb en um, waarin je met een kleine groep vrouwen gaat werken... Om van moeestreden vrouw naar een stralende, energieke Wonder Woman te komen. Te transformeren, eigenlijk. En ik wilde je gewoon even meenemen langs wat dingen. Um, waar je ongetwijfeld herkenning in gaat vinden. En vervolgens de acht stappen vertellen naar uh, de verandering die je uh, door kunt maken, uh, waardoor jij weer stevig met je schoenen uh, in je schoenen komt te staan. En waardoor je verandert in uh, iemand die energiek is, die het weer helemaal ziet zitten, die weet waar ze heen wil en hoe ze daar kan komen. Want Grote gebeurtenissen en veranderingen in je leven die vragen om verandering in jezelf. En als jij net iets achter de rug hebt, zo'n levensveranderende gebeurtenis, of je hebt net iets losgelaten, iets achter je gelaten. Bijvoorbeeld, er is een scheiding geweest, je bent met pensioen gegaan, het lege nest-syndroom heeft zich aan je opgedrongen. Je hebt in een burn-out gezeten, je bent er inmiddels uitgekropen en je weet, dat wil ik nooit meer. Je hebt een relatie met een narcistische uh, uh, man of vrouw verbroken en je denkt, ah, uh -uh, gaat mij niet meer gebeuren. Dan weet je soms in die nieuwe situatie even niet welke veranderingen er nodig zijn en hoe je daaraan kunt beginnen in jezelf. Je weet wel heel duidelijk wat je niet meer wil, maar je krijgt niet 1, 2, 3 helder hoe je wel wil dat je nieuwe leven eruit gaat zien. Want je hebt inmiddels een blanco blad voor jezelf gecreëerd. Hè? Dus je hebt al iets afgerond, iets achter je gelaten. Het grootste verdriet daarvan is al voorbij. En dan krijg je zo'n blanco blad. En dat blanco blad geeft dan vaak weer stress. Wat ervoor zorgt dat je eigenlijk misschien wel een beetje teleurgesteld blijft hangen in je huidige manier van leven. En dat blijven hangen in wat je al kent, dat leidt weer tot frustraties. Opgekropte emoties en onderdrukte verlangens. En wat geeft dat dan weer? Ja, yep, weer meer onderhuidse spanning. En dan kom je eigenlijk, als je niet uitkijkt, in een visieus cirkeltje terecht. En um, ik zeg je, de quote waarmee ik ook begon, uh, de sleutel uh, naar verandering is actie. Het zit in jou. Je wil nooit meer jezelf aan de kant zetten voor een ander. Je wil nooit meer in een beurt uitraken en je volledig uitgeblust voelen. Je wil nooit meer genoegen nemen met een baan of een relatie waarin je ongelukkig bent. Nee, vanaf nu kies jij voor geluk, voor genieten en voor jezelf durven zijn. No matter what. Hoe klinkt dat? Nou, stel dat je denkt: ja, ja, wil ik, wil ik. En je hebt ondertussen al van alles geprobeerd. Hè? Dus je hebt al aan mindfulness gedaan, yoga. Misschien ben je in therapie geweest of zelfs pillen. En je merkt heus wel verschil, want dat zijn allemaal dingen die absoluut bijdragen tot heling. Maar je hebt misschien nog niet het gevoel dat je nu doorbewust alle stappen aan het zetten bent richting jouw droomleven. Ook al weet je misschien nog niet nu hoe dat droomleven eruit ziet, je weet wel hoe je het niet wil. En nu is de, de truc om. Uit te vinden hoe je je droomleven wel wil hebben en hoe je je droomleven kunt manifesteren. En het liefst zou je dat misschien wel doen zonder oude koeien uit de sloot te moeten halen of eerst te zoeken naar die problemen die voor die blokkades zorgen. Ik zeg dan focusing on the present, no longer dwelling in the past. Met het Mandala manifestatieprogramma kan je eigenlijk best wel lekker ontspannen en snel tot de kern komen, zodat je jouw volgende hoofdstuk doelbewust in kunt stappen. Je kunt nu al starten met je nieuwe, bruisende, actieve leven, vol kansen en mogelijkheden die je zelf creëert. Want in het Mandela Manifestatieprogramma staat creativiteit, creëren, creatie en praktische spiritualiteit. Zelf leren kennen in de hoedanigheid van mens, eigenlijk voorop die twee dingen die combineer ik met elkaar in het programma, waardoor jij op een speelse manier um, eigenlijk door bepaalde dingen uh, heen gaat. En die bepaalde dingen die worden je zo dadelijk nog wel duidelijk, daar kom ik op terug. Nou, wie ben ik om zo'n programma te maken of om te denken dat ik jou kan helpen daarbij? Nou, ik heb mezelf de afgelopen 25 jaar met behulp van tal van creatieve trainingen, opleidingen, spirituele retretes en mijn werk- en levenservaring getransformeerd van serieus een nerdy muurbloem vol met angsten en paniek. Ik ben daar ook geweest. En heel soms steken ze nog de kop op. Dat ga ik je eerlijk zeggen, alleen... Ik herken ze heel snel, waardoor ik ze ook heel snel kan omturnen uh, naar positiviteit. Um, het is niet dat ze er niet mogen zijn, ik weet alleen hoe ik erop moet reageren. En ik ben getransformeerd tot, nou ja, mag ik toch wel zeggen over mezelf: een veerkrachtige, zelfverzekerde, enthousiaste, energieke veertiger. Ik ontdekte in die 25 jaar dat de sleutel naar jezelf en de weg naar verandering zit in creativiteit. Wat ik al zei. Je creëert je eigen mogelijkheden, want creativiteit zet dingen in jezelf eigenlijk direct in beweging. Ik doe dit al sinds 2008. Al sinds 2008 gebruik ik creativiteit en praktische spiritualiteit als gouden combinatie. Ik heb daarmee honderden vrouwen in contact gebracht met de beste en meest sprankelende versie van zichzelf. Al die kennis en die kunde die ik. Daarin heb opgedaan, die heb ik nu samengebracht, zodat ik. Nou, ik denk toch wel bijna elke vrouw nu kan transformeren tot een echte Wonder Woman en die weer barst van de energie. Dus als jij wil ontdekken hoe je nu in het leven staat, waar je heen wil en hoe je daar kunt komen, dan is misschien het Manifestatie manifestatieprogramma wel iets voor jou. Ik ga gewoon nog eventjes wat dingen uh, erover vertellen. Ik ga, um, nou, ik, 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 ik ga dit, dit, het volgende staat precies zo op mijn website, omdat ik het gewoon een hele goede metafoor vind die heel duidelijk maakt um, wat die acht stappen doen voor jou. In acht stappen, en het programma duurt vier maanden, Help ik je te dus transformeren van een moe gestreden vrouw naar een stralende Wonder Woman? Je gaat van overleven naar lekker in je leven. Je gaat van binnenuit rust ervaren en dat geeft jou knetterveel energie om door de dagen heen te dansen. Dus, mijn absolute motto: Are you ready to reset yourself? Nou, let's go! Ik ga je er alles over vertellen. Iedereen heeft vaste patronen en overtuigingen. Die krijg je, die ontwikkel je door opvoeding, relaties, school en natuurlijk gewoon door je levenservaring. En in je nu zullen sommige patronen en overtuigingen nog voor je werken, maar andere werken eigenlijk juist vet tegen je in je dagelijks leven. Laat ik die patronen en overtuigingen voor het gemak even je programma's noemen. Samen met nog wat andere levenstoels vormen die programma's jouw besturingssysteem. En als ik dan in metaforische computertermen blijf: je lichaam is je hardware, je patronen en overtuigingen zijn je software en jijzelf bent de gebruiker van de computer. In het Mandela-manifestatieprogramma uh, ga je jouw besturingssysteem resetten. Kijk dat bijvoorbeeld op je smartphone reset naar fabrieksinstellingen. Dat houdt in dat alles wat jij er na aankoop op hebt aangepast, dat dat wordt verwijderd. Je kiest er dan voor om weer terug te gaan naar de basis om je smartphone eigenlijk opnieuw in te richten. Een hele grote reset, doodeng om op die knop te drukken. Maar je weet wel nu al dat ja, het is een dikke opluchting is als er weer zoveel oude rommel verwijderd is. En als je fris mag beginnen. Vervolgens, dat wat je goed beviel, tijd opleverde of energie gaf, dat ga je er opnieuw op zetten. Wat je niet beviel, wat je energie en tijd kostte, uh, of wat niet meer voor je werkte, dat laat je gewoon weg. Je voegt het eventueel weer toe als je het echt nodig hebt voor positiviteit. Dat is het herinrichten van jouw smartphone. Maar wat nou als je de kans had om jezelf te resetten naar fabrieksinstellingen? Wat zou je dan weer installeren in jezelf? En wat niet meer? Denk daar eens over na. En dan krijg je nog iets extra's, want welke upgrades zou je daarna nog bij jezelf doen voor een nog lekkerder leven? Dus het is niet alleen wat ga je niet meer installeren? Wat ga je wel nog behouden? Maar ook welke upgrade ga je jezelf geven? In het Mandela Manifestatieprogramma ga je een aantal van je levensgebieden resetten. Dus oude, niet meer dienende overtuigingen die buig je om tot kraakheldere nieuwe inzichten in jezelf die je kracht geven. Je oude, belemmerende patronen ga je met zeven van mijn stappen doorbreken, zodat je eigenlijk toegang krijgt tot een soort van nieuwe superpowers. Activeren ga je ze, die inner powers. En als laatste achtste stap geef je jezelf die vette upgrade. Dan gaat de duidelijkheid over wie je werkelijk in je kernkracht bent, uh, ga je inzetten om het leven dat echt voor je bedoeld is te manifesteren. Dit zijn de acht stappen die we samen doorlopen in vier maanden. De eerste stap, het eerste programma dat je gaat resetten, want we gaan dus eigenlijk zeven programma's resetten in jezelf, hè? De eerste je overlevingsprogramma resetten. En uh, dat staat voor een stevige basis en stabiliteit in je leven. We gaan weer kijken, wat is jouw stevige basis? Wat zorgt voor stabiliteit in je leven? En ook, wat houdt dat tegen? Wat zorgt ervoor dat je niet die veiligheid voelt of die stabiliteit ervaart? Een reset. Stap 2 is je gevoelsprogramma resetten. Je leert um, eigenlijk omgaan met emoties. Hoe kun je omgaan met emoties? Stap 3: het resetten van je actieprogramma. En daarmee bedoel ik: je gaat leren voelen wanneer je wel in actie mag komen of wanneer je het juist beter even niet kunt doen. Stap 4 is je hartprogramma resetten. We gaan niet je hart resetten, maar je hartprogramma voor meer harmonie, begrip en zelfliefde in je relaties. Nou, hey, hè. Stap 5. Je expressieprogramma resetten. Nou, wat zorgt dat voor. Dat zorgt weer voor heldere communicatie. En onder communicatie versta ik dan luisteren, praten. He, dat. Maar ook je creativiteit hoort daarbij bij het expressieprogramma. Lekker resetten. Wat dient je nog? Behouden we. Wat dient je niet meer? Gaan we uitzoeken. Gaan we kijken hoe we dat kunnen ombuigen. Of we nemen er helemaal afscheid van. In de zesde stap ga je je intuïtieprogramma resetten. Hierdoor krijg je wat meer verbeeldingskracht, maar het meest zetten we in op jezelf inzicht. Het hele programma is erop gebaseerd dat je in spiegels kijkt, dat je reflectievragen stelt, dat je echt gaat uitvinden wat is jouw kernkracht. Als zevende stap is het een reset van je kennisprogramma. Um, eigenlijk omdat het je, ik wil je leiden naar meer eigen wijsheid. Ik wil je intuïtie graag weer gewoon super helder hebben, helemaal clear. En dat je uh, weet in te tunen op je uh, intuïtie en spiritualiteit. Gewoon als hulpbron voor je toekomst. Eigenlijk is het meer intunen op je wijzere zelf, je hogere zelf. Hè, hoe je dat dan ook noemen wil. Ik heb het hier even eigen wijsheid genoemd. Dat is hartstikke handig. Je... Ik geloof, alles is er al, je kan erop intunen, de antwoorden zijn er ook al. Maar het contact daarmee maken, dat heeft wellicht eventjes eerst een reset nodig. Nou, die eerste zeven stappen, dat is het pad naar bevrijding. En in stap acht, de laatste stap, daar begint het leven waarvan je nu alleen nog maar droomt zich te manifesteren. This is where the magic happens. Ik ga dus ook niet verkloppen wat die stap precies is. Nou, als je al wat langer met spiritualiteit of energiewerk bezig bent, dan zul je in de bovenstaande stappen um, die zeven hoofdchakras herkennen. Hè? Vaak zetten we onszelf op punten in ons leven en in ons lichaam vast. En met deze zeven resets maak je veel los in jezelf op emotioneel vlak, op energetisch vlak, op lichamelijk vlak. Maar we kunnen met die basisvolgorde van de chakras werken om je Computervirussen, zeg maar, uit jouw programma's te krijgen en zo te zorgen dat je hele systeem, je hele chakra systeem, jouw besturingssysteem, jouw levensenergie, dat dat weer gesmeerd gaat lopen. Dat alles weer lekker op elkaar is aangesloten, dat je de balans voelt, dat het allemaal een beetje is opgeruimd. Dat doe je ook wel eens met computers, wat ik zei, naar fabrieksinstellingen. Als je dat hebt gedaan, als je die stappen hebt doorlopen, dan ga je echt vanuit je kernkracht leven. Je gaat meer moeiteloosheid ervaren en je gaat floreren in jouw nieuwe levensflow. Hoe doe ik dat? Want wat die zeven stappen, ik bedoel. Hè? Hoe ga je door die zeven stappen heen? Nou, wat ik eerder al zei, ik ontdekte dat de sleutel naar jezelf en in verandering, die zit in creativiteit. Die zit sowieso in actie, maar de actie binnen het programma is uh, creativiteit in combinatie met die praktische spiritualiteit. Um, we, ik doe aan uh, journaling, ik geef je uh, schrijfopdrachten, uh, reflectieopdrachten. Je, uh, we gaan tekenen, uh, er is een gedeelte Mandela tekenen. Als je dat wil, he, je krijgt sowieso toegang tot mijn uh, Mandala tekencursus uh, Chakra chance. En um, die kun je volgen, is geen vereiste binnen die stappen. Het is een ondersteuning van de stappen. Dus als jij echt heel graag creatief bezig bent, uh, en dan kun je daarmee heel goed kracht bijzetten aan dit programma. Nou, dan doen we ook nog. Uh, uh, we gaan werken met je intuïtie, met visualiseren, meditatie. En ik ben ook nog Soul Collage Facilitator. Dus er zullen ook collages en soulcollages in het programma voorkomen. Gedurende die zeven stappen. En zo kun jij ontdekken hoe je nu in het leven staat. Waar je heen wil. En met die acht stappen ga je daar kunnen komen. Je gaat hoe dan ook rust en harmonie in je lijf en je koppie realiseren. En dat alleen al zorgt dat jij je energieker voelt. En dat je weer happy kunt voelen. Ik ga je daarbij helpen. Dat is eigenlijk een beetje. Uh, hoe het Mandela manifestatieprogramma in elkaar steekt. Er is nog, uh, ik heb nog veel meer informatie daarover staan op de website mandelaacademie.nl Als je daarachter slash Mandela-methode gelijk intoetst, kom je er direct, maar gewoon via de homepage kom je er ook. En dan kun je een intakeformulier invullen. Ik heb, uh, er zijn acht plekken, daar zijn er al van vergeven. Um, maar je kunt je nog opgeven. Uh, althans, op het moment dat ik dit inspreek. Dus uh, als het niet meer zo is en je komt zo dadelijk op de website, dan zie je dat vanzelf. Maar um, nee, misschien dat ik gewoon de intakeformulieren wel open laat staan. Want het eerste traject dat uh, gaat lopen op uh, 19 september, uh, als die al vol is, dat is een pilot uh, traject. En ik zie dat ik echt voldoende aanmerkingen, uh, aanmeldingen heb of interesse heb. Dan start ik wellicht een tweede groep. Dus uh, hou je niet in. Ga er gewoon kijken. En uh, ja, ik hoop op deze manier een klein beetje uh, inzage te hebben gegeven in hoe ik denk dat je dus in actie kunt komen en die verandering in jezelf in gang kunt zetten, zodat um, ja, eigenlijk het leven vanuit jezelf en om je heen ook gaat veranderen en dat je dat gaat dat je dat droomleven wat je voor je ziet dat je dat gaat manifesteren, want het begint allemaal van binnen. Het begint allemaal van binnen met positiviteit, met geloof in jezelf. Weten dat het allemaal kan. En um, ja, om daar te komen, moeten we soms een beetje, ja, wat stof overal vanaf blazen. Wat stof zuigen hier en daar. Misschien wat dingen naar de stort brengen. Um, en ik wil je daar dolgraag mee helpen. Dus ik nodig je uit. Ga naar mandalaacademie.nl eventueel slash mandala methode. En uh, lees gewoon daar op je gemak eens rond. Kijk of het Resoneert met je of het wat voor je is, of je zin hebt om vier maanden met mij als uh, Mandela-mentor aan de slag te gaan, samen met wat Sisterhood Support van de andere deelnemers? Uh, ja, ik zou bijna zeggen: Durf je het aan? Oftewel, are you ready for your reset? Let's go! Dank je wel dat je luisterde naar deze aflevering van de Mandela Creatiekracht Podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast-app. En zet ook die notificatiebel aan, dan hoef je niks te missen. Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan bijvoorbeeld door een screenshot van deze aflevering te maken. en die in je social stories te delen. Maar vergeet me niet te taggen, want ik vind het onwijs leuk om te weten wie je luistert. Je kunt me vinden onder Mandela Academie. En als je iets voor me terug wilt doen, omdat je de inhoud van deze podcast waardevol vond, laat dan alsjeblieft een 5-sterren waardering achter op Spotify of schrijf een review in Apple iTunes. Zo kunnen meer toekomstige Wonder Women me vinden en stralend hun volgende hoofdstuk ingaan. Voor jou wens ik dat je de inzichten die je mocht ontvangen lekker meeneemt je dag in en op hun plek laat vallen. Als je ze met me wilt delen, mail me dan of stuur me een DM op Instagram. De details staan in de show notes. Geniet van je dag en tot snel. Ciao, Bella.